oefening voor de stabiliteit van je lage rug en bekkenregio. Deze oefening kun je bijvoorbeeld doen als je last hebt van je onderrug of als je last hebt van bekkenklachten tijdens je zwangerschap of bijvoorbeeld na de bevalling. Voor de oefening heb je een grote bal nodig en de oefening kan je doen liggend op de grond of eventueel op een matje. Zorg ervoor dat je op je rug komt liggen en mocht je zwanger zijn, ga dan altijd via je zij naar je rug toe. En daarna draai je naar je rug. Dan leg je je voeten en een stukje van de onderbenen op de bal. Zorg ervoor dat je schouders en je nek ontspannen zijn. Je handen mag je op de mat naast je leggen of op je buik. Wat je doet, is je trekt je navel in. Daarmee span je je diepe dwarse buikspieren aan. Dit hebben we eerder in de behandeling al geoefend. Daarna ga je je billen rustig optillen. En als je je handen laat liggen, is die iets makkelijker dan als je je handen op je buik hebt. Dus kies even voor jezelf wat jij zelf het prettigste vindt. Je gaat je billen weer rustig laten zakken. Daarna weer je navel intrekken en je benen rustig omhoog. En dan zie je dat je in één rechte lijn bent. Daarna ga je weer rustig naar beneden. Blijf goed doorademen tijdens deze oefening. Dus je spant weer je diepe dorse buikspieren aan. Je gaat rustig omhoog. Je blijft doorademen. En je gaat weer rustig naar beneden. Probeer de bal zo min mogelijk te laten wiebelen. En jezelf zoveel mogelijk goed in balans te houden.